Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, dinsdag 9 februari. Om alvast te beginnen met de mededeling dat aanstaande woensdag de minister van Volksgezondheid de nieuwe maatregelen met betrekking tot de COVID-situatie in Suriname zal aankondigen. Voor u geldt nog steeds de partiële lockdown en wel van 7 tot 5. Ook het verplicht ophebben van jouw mond- en neusbedekking zijn een van de maatregelen. Klinkt klare onzin, zo betitelt infectioloog Steffen Vreeden DOVAX over complottheorieën die via social media de wereld rondgaan, als zou in het vaccin een chip die via 5G te volgen is worden ingeënt. Dr. Vreeden sprak in het wekelijkse vaccinatievoorlichtingsprogramma Niet zomaar een prikje. In dit live tv-programma beantwoordt hij vragen over het COVID-19 vaccin. Persoonlijk zou ik daar liever niet op willen ingaan, maar dit programma is bedoeld om over al deze dingen te praten. Maar ik kan u ervan overtuigen, ik hoop dat ik u daarvan kan overtuigen, dat het klinkklare onzin is. Ja. We moeten ons realiseren dat er een heleboel mensen zijn die bewust proberen allerlei geruchten in de wereld te krijgen. Maar dat er een chip in het vaccin zou zijn, dat het met 5G zou te maken hebben, dat is zo absurd. Als je iemand het per se wil geloven, be my guest. Maar ik zou niet, ik kan er niks serieus over zeggen, maar het is klinkklare onzin. Op vragen hoe het precies zit met de werking van het COVID-19 vaccin en waarom het 2 maal moet worden toegediend, kreeg een beller het volgende antwoord. Men heeft dus 2 groepen mensen gevaccineerd. Eén groep kreeg een nepvaccin, dus gewoon een beetje zoutwater ingespoten. En de andere groep kreeg het echte vaccin. En beide groepen bestonden uit mensen die in de samenleving rond waren. En men heeft dus deze mensen gevolgd en gekeken hoeveel mensen van de ene groep krijgt COVID. En hoeveel mensen van de andere groep krijgen COVID? En met name, hoeveel mensen krijgen ernstige verschijnselen? Ja. En het verschil bleek zo'n 95% te zijn. Dat 95% van de mensen die in de vaccinatiegroep zaten, bleken beschermd te zijn tegen matige tot ernstige COVID. Vergeleken met, laten we zeggen, ten opzichte van de andere groep 0%. Dus dat is het verschil. Dat heeft niet per se te maken met de antistoftitel. Los daarvan heeft men gekeken hoeveel antistoffen worden geïnduceerd als je iemand vaccineert. En dat moet je ergens mee vergelijken. En men heeft het vergeleken met de hoeveelheid antistoffen die iemand maakt als hij gewoon COVID doormaakt. Want als we COVID doormaken zonder vaccin of wat dan ook, dan maken we ook antistoffen. En gebleken is dat je door het vaccin, en ik moet wel zeggen door 2 doses vaccins, dus als je 1 week na de 2e dosis van het vaccin naar de hoeveelheid antistoffen in het bloed gaat kijken, dan blijkt dat de hoeveelheid 3 tot 6 keer hoger is dan wanneer je een gewone infectie hebt doorgemaakt. Dus er is een duidelijk sterkere productie van antistoffen bij mensen die gevaccineerd zijn. Dat zijn vraag 1 en vraag 2. Vraag 3 is denk ik gebaseerd op een misverstand. Want ik hoorde die meneer zeggen dat omdat men op maar 1 spike-eiwit richt, ja, dat men daardoor 2 keer het vaccin moet toedienen. Dat is niet waar. Als men richt weliswaar op 1 spike-eiwit, omdat dat spike-eiwit blijkt als het ware de Achilleshiel, heb ik het wel eens genoemd, van het vaccin te zijn. Zo van, als je daartegen aan iets loopt, iets doet, dan kan het vaccin niet verder lopen. Dus vandaar dat men dat eiwit heeft als target heeft gebruikt om een antistoffen tegen te ontwikkelen. Die 2e dosis vaccin is nodig. Het is niks nieuws. Er zijn andere vaccins. Ook de kinderarts zal het beamen dat er meerdere vaccins zijn die je 2 keer geeft. Maar bij dit mRNA-vaccin is het in het bijzonder belangrijk en is het interval ook betrekkelijk kort. Omdat
mRNA is een stof die, als het zijn werk gedaan heeft, wordt het opgeruimd. Toch? Want wat mRNA doet, het zet de ribosomen in de cel aan tot productie van eiwitten. En daarna wordt het opgeruimd. Dus dan heb je geen actieve vaccinproductie meer. En om te zorgen dat je toch nog een tweede booster krijgt, een tweede stimulatie krijgt van het immuunsysteem, geef je 3 weken later weer een dosis vaccin. Maar dat heeft niet te maken met dat het om 1 eiwit gaat. Ik denk dat dat een beetje de vragen zijn die deze meneer gesteld heeft. We komen hoe langer hoe meer te weten over het virus en de diverse varianten. Wat vaststaat is dat de feitelijk middels proeven is bewezen dat wie gevaccineerd is zich beter kan verweren tegen het binnendringende coronavirus. Voor velen was het een shock na vernomen te hebben dat in Nederland meer dan 15 bejaarden zijn overleden na te zijn gevaccineerd. Elke week worden er, elke week dat we verder zijn, zijn er een paar honderdduizend mensen, als je niet uitkijkt misschien wel meer dan 1 miljoen mensen in de wereld, extra gevaccineerd, waardoor we nieuwe informatie krijgen. En de mensen die al eerder gevaccineerd zijn, die zijn al een langere tijd gevaccineerd, waardoor je eventueel al effecten van de verschillende vaccins kan zien. Dus wij weten inmiddels wat meer. Ik zal beginnen met iets wat voor vele mensen een schok was. Er is een bericht vandaag op het NOS dat er iets van 15 bejaarden zijn overleden na vaccinatie. In een periode van een dag of 10 na vaccinatie. En dat schrikt natuurlijk enorm de wereld op. Van, oh, what's happening? Dat wordt toch preciezer onderzocht. Maar wat men nu al weet, is dat deze mensen of in een hele slechte algemene conditie al waren en sowieso een kans hadden om te overlijden. Maar dan is zo'n vaccinatie, waarbij je een koortsreactie kan krijgen, een hele actieve immunologische respons kan krijgen, dat kan als het ware genoeg geweest zijn om ze als het ware over het randje te duwen. Het blijft ernstig, maar je moet we live and learn. En ik denk dat wij misschien bij mensen in een hele kwetsbare situatie, en dan denk ik vooral aan hele oude mensen, daar moeten we misschien wat beter kijken of het wel zin heeft om die mensen te vaccineren. Op andere gebieden weten we dat al. Kijk, als iemand 85 is en daar zou je plotseling een bepaalde vorm van kanker vinden, om maar een voorbeeld te geven, dan zal de oncoloog er een paar keer over nadenken van, moet ik deze persoon dan nog wel chemo geven? Want die chemo kan voor zo iemand op zo'n gevorderde leeftijd met een hele fragiele gezondheid, kan meer kwaad dan goed doen. En dan doe je het niet. Dus kennelijk moeten we ook bij het vaccineren, moeten we kijken in hoeverre wij verwachten dat het vaccin voor zo iemand beneficial zal zijn, levensverlengend zal zijn en bovendien de kwaliteit van leven zal verbeteren. Ja. Dus dat zijn de dingen waar we zeker over moeten nadenken. Het behoeft geen verder betoog dat onze senioren te lijden hebben gehad onder al het nieuws over COVID-19, de gevaren en de angst om tot de risicogroepen te horen. Met de vaccinopkomst zou een beetje van deze vrees moeten afnemen, te meer om het feit dat ouderen net als de zorgwerkers als eerste worden gevaccineerd. Bij de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst worden leden via de TV op de hoogte gehouden over alles wat te maken heeft met de pandemie. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de senioren elkaar ook niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen in het BBGO-centrum. Het BBGO-bestuur doet er alles aan om ook de twijfels die leven onder onze senioren weg te nemen. Onze mensen, onze seniorenburgers, is sowieso een doelgroep dat heel kwetsbaar is, omdat meestal hebben ze ook onderliggende ziektes. Toch? Ook daar zal rekening mee gehouden worden bij de voorlichting, om duidelijk aan te geven van welke gevallen niet in aanmerking komen om gevaccineerd te worden, want die zou je zeker hebben. Maar laten we dat even duidelijk zeggen aan de mensen, zodat mensen die gaan twijfelen en wanneer je dan bepaalde onderliggende ziektes hebt en je gaat en er gebeurt wat,
dan is het niet meer te voorkomen. Ja, toch? Dus laten we ook een beetje open en eerlijk zijn wanneer het betreft onze voorlichting, vooral dus naar de senioren toe. Het is vreselijk belangrijk. Wij willen dus gebruik maken van BBGO-TV, dat hebben we al gedaan. Dr. Wim Bakker en dokter Del Prado hebben dus al verteld over dat vaccin. Ze hebben ook al verteld over die coronavirus. Dus we zijn bezig en we zullen natuurlijk daarmee doorgaan, want dat is de enige mogelijkheid die we hebben om via dus de televisie en ook natuurlijk via de krant onze leden, onze seniorenburgers te bereiken en ze dan die informatie dus te geven. We zullen dus nu een beetje misschien wanneer het zover is, zullen we dus extra aandacht daaraan gaan besteden. Maar sowieso zullen we de deskundigen aan het woord laten, want dat is belangrijk, deskundigen aan het woord laten om aan te geven waarom dus het vaccineren zo belangrijk is. Ja toch, maar net wat ik zeg, laten we ook open en eerlijk zijn wanneer het gaat dus om een stukje voorlichting en dan niet alleen maar te kijken naar je moet, toch? Maar er zijn ook wel gevallen waarbij je zegt oké, even afwachten en je kan nu niet gevaccineerd worden. Dus dat moeten we dus wel doen. Ik zou zeggen aan de mensen van, luister naar onze deskundigen in Suriname. Omdat ik mij niet kan indenken, toch, dat je dus deskundig bent in Suriname en dat je dan bewust bezig bent dingen te verkondigen die helemaal niet kloppen. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen, toch? Laten we naar hun luisteren en als er vragen zijn, natuurlijk moet er ook de mogelijkheid zijn voor de mensen om die vragen te stellen zoals we dat hebben in het programma van maandagmiddag. Ja, toch? De mensen moeten hun vragen kunnen stellen. Maar laten we ook rekening houden met de mensen in de districten bijvoorbeeld, die toch wel een niveau hebben waarbij we dus op een andere wijze die mensen moeten zien te bereiken. Maar zelf zeg ik van, ik heb alle vertrouwen in de informatie die dan de deskundigen van Suriname geven, want die zijn deskundig, zij weten het beter dan wie dan ook. Maar ik blijf het zeggen, het is heel lastig als je dus overspoeld wordt met andere informatie. Dus laten we luisteren naar onze mensen, laten we alle vragen stellen aan onze mensen, toch? Dan zal het wel de goede kant op gaan. Door die hele COVID-situatie is het dus niet gelukt om het hele jaar door die SOAS-activiteiten te hebben. Wat wel gebeurd is, is dus van tijd tot tijd, wanneer het een beetje redelijk toeging met de meneer of mevrouw Corona, dat de leden dan in kleine groepen toch wel hier kwamen om dus met elkaar gezellig dus bezig te zijn. Wanneer we dus hadden dat groepen van 30 bij elkaar moesten komen, dan kwamen ze in groepen van 20, maar dan elke keer een andere groep. Weet je, op die manier hebben ze het kunnen organiseren. Bijvoorbeeld onze gymgroep, die is heel groot, maar die gym dus op de woensdag, maar dan kwamen ze dan woensdag en vrijdag. Dus de twee groepen. Maar jammer genoeg, december moesten we weer dus stoppen. En we hopen dat dit probleem toch wel wordt opgelost, want voor seniorenburgers is COVID een dubbele ramp. Het is als donderslag bij helder hemel die ziekte naar binnen gekomen en er zijn vaccins ontwikkeld. En de vaccins zijn zoveel nu op het ogenblik dat je soms vraagt van welke is de juiste. Wij hebben één gekregen vanuit PAHO dat het is goedgekeurd voor Suriname. En op grond daarvan heb ik gemerkt dat in de hele wereld bepaalde landen, bepaalde mensen zeggen nee, dan wel, dan niet. Maar om jezelf te beschermen, we hebben ook toen we baby waren hele koorts gekregen. Alleen om veilig te zijn, zodat we volwassen zijn. Het was niet verplicht. Later heeft men toch wel gezien van, er is een stukje verplichting in, want je wordt ziek wanneer je groter bent en hoe ga je verder? Dus om kortweg te zijn, het is gekomen, we zien hem niet,
maar we voelen hem wel. Dus dat, zo heb ik hem ervaren. Over het vaccin. Nou, in eerste instantie, toen ik het pas hoorde, moet ik eerlijk zeggen, nou nee, dat doe ik niet. En dat kwam gewoon vanwege het feit dat je in het, vooral vanuit het buitenland, allerlei negatieve berichten kreeg over het vaccin. Mensen die, ik zal maar zeggen, verlamd raakten en allerlei berichten. Toen dacht ik, nee, dat doe ik niet. Maar gaandeweg, tenminste als je naar de deskundigen luistert en mensen die er weet van hebben, dan denk je, nou, ik denk dat ik het toch maar doe, want voor je eigen veiligheid, hè. Want als jij het niet doet en alle anderen om je heen het wel, dan kan jij wel ziek worden. En de anderen zijn dan veilig. Ik denk aan alle andere prikken, zoals pokken en weet ik veel, gele koorts. Het zijn allemaal prikken die we ooit hebben moeten nemen om je veilig te stellen tegenover die ziekte. Dus ik denk, vandaag aan de dag denk ik, nou, ik doe het wel, hoor. Ik denk wel dat ik het doe, ja. Ik heb gisteren nog, sprak ik met een zoon van me van, man, Natalia, wat ga je doen? Ik weet het niet, papa. Ik zeg maar, jij bent jong. Er zijn veel iets oudere mensen. En je moet je veilig stellen. Omdat je moet het nemen als een soort harnas om je heen. Je bent ergens in een gevecht. En op een moment heeft iedereen een harnas en jij niet. Betekent dat je slachtoffer zal worden. Dus het nemen van het vaccin, dat zal sowieso. Ik zou het in elk geval adviseren, omdat dat toch wel een beschermend zijn. Precies wat ik zei, van toen je baby was, heb je dat wel genomen. Nu moet het, is verplicht. Dus ik zou, kijk, verplichten kan je de mensen niet. Je bent vrij in je beweging om te nemen als je dat wil. Maar ik zou het wel adviseren, omdat dat toch wel een beetje een bescherming is voor nu. Morgen en voor de toekomst? Nou, ik heel voorzichtig. Ik heb goed geluisterd naar wat de deskundigen zeiden. Ik bedoel, ik ben geen deskundige, dus als wat ze zeiden, daaraan heb ik mee gehouden, hoor. Ik bedoel, mondkapje op, inderdaad, je handsanitizer, afstand, vooral de afstand houden met mensen. Zeker als je bij in supermarkten en dat soort plaatsen komt waar veel mensen zijn, zorg ik wel dat ik op een afstand van ze afbleef. Want ik zie het gebeuren dat mensen het niet doen. Ze doen het niet. Je ziet gewoon dat ze gewoon aanschuiven of dicht bij anderen gaan staan. Maar ik niet. Ik heb echt wel ervoor gezorgd dat ik ver van de mensen afbleef. En in bepaalde situaties dat ik echt mijn mondkapje op had. Als mensen zeggen dat je beschermt, ik bedoel, baat het niet, het schaadt ook niet. Het schaadt je zeker niet als je je mondkapje op hebt, dat je niet allerlei dingen krijgt en zo. Dus ik ben er heel voorzichtig en helemaal volgens de regels mee omgegaan. Nou, ik zou de mensen adviseren, als er zoveel miljoenen mensen ondertussen al gevaccineerd zijn en er niets met ze aan de hand is, zou ik de mensen in Suriname adviseren om toch wel de prik te nemen. Omdat je zo niet kan leven. Je kan niet de hele dag binnen blijven omdat je bang bent dat je besmet zal raken met het COVID-virus. Dus ik zou ze adviseren om het toch wel te doen. En het advies van de deskundigen, de artsen, is van dat die prik niet gevaarlijk is. Kijk, ze zeggen volgens mij 98%. No? Is het, en met alle dingen is het zo dat sommige mensen zijn allergisch voor een of ander ding in zo'n vaccin, toch? En ja, daar kan geen enkele arts kan er wat aan doen. Als één op de weet ik hoeveel miljoen mensen, weet je, allergisch voor iets is. Dus ik zou wel adviseren om wel die prik te nemen, omdat je gewoon veilig bent met zo'n prik. Ik zou het echt doen. Ik zou echt nu het in de wereld zoveel mensen het al hebben gehad. Kijk, als er niet veel mensen het hadden gehad, een handje van mensen, dan zou ik zeggen, nou, laat ze meer mensen prikken. Nou weten of het werkelijk veilig is. Maar zoveel mensen, en die zelf nou een tweede prik nemen en niets met ze aan de hand is, ik zou ze wel adviseren om die prik te nemen, hoor.
weet je, voor hun eigen veiligheid en bescherming. Dat zou ik wel doen, ja. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Rest mij nog u een fijne, maar bovenal veilige avond toe te wensen. Let goed op uzelf en zeker ook op de mensen dicht om u heen. Tot morgen.